Eerst naar Lisette Wellens, want je hebt nieuws over het omstreden Haga Lyceum. Ja, de IVD meldt in een geheim rapport dat in handen is van de NRC... dat bijna een derde van het hele salarisbudget daar terecht is gekomen bij drie mensen, drie familieleden die allemaal werkzaam zijn op de school. En de directeur die zat ook nog eens boven de wettelijke salarisnorm voor schoolbestuurders. Het Haga Lyceum is al omstreden, want vorige maand raakten ze ook al in opspraak. Toen waarschuwde de NCTV voor antidemocratisch onderwijs en voor schoolleiders die banden zouden onderhouden met radicale salafisten en een Tsjetsjeense terreurbeweging. Ja, meneer Dijkstra, meerdere politici die hebben al geroepen, we hoorden dat van alle kanten, dat die school dicht moet. Ik neem aan dat u dat ook vindt. Hoe staat het daarmee? Is het nog iets waar het elke keer in de Kamer toch weer over gaat? Zijn jullie bezig met regelgeving of wat is de status? We willen dat voor elkaar krijgen, dat zo'n school gesloten kan worden. Dat schijnt toch wel lastig te zijn. Maar als je dit ook weer hoort, een bizar bericht natuurlijk, het kan gewoon niet. En die school moet zo snel mogelijk dicht en daar moeten we alles aan doen. En heeft u dan ook zelf een termijn in gedachten? Van als het over wat mij betreft is die school... Nou, morgen, vandaag. Volgens mij maar in principe ligt dat natuurlijk bij jullie in de Tweede Kamer om het voor elkaar te krijgen. Ligt in de Tweede Kamer. We moeten natuurlijk de wetten voor wijzigen, denk ik. Ik denk dat onze onderwijswoordvoerders daarmee bezig zijn om te kijken wat kan. Maar dit is groot. Dit is gewoon niet goed. Dit is ondermijning ook van eigenlijk alles waar we voor staan. De vrijheden worden ontnomen. Die wordt gedachtegoed gepredikt wat we gewoon niet willen. Dus daar moet een einde aan komen en zo snel mogelijk. Helder.